In deze film corrigeer ik de witbalans op de juiste manier. Het kan wel eens zijn dat je een foto toegestuurd krijgt of in JPEG hebt gefotografeerd en dat de witbalans ernaast zit. Zou je in RAW gefotografeerd hebben, kun je dat nog makkelijk aanpassen. Maar ook met een JPEG kan dat bijvoorbeeld. Neem deze foto. Deze foto is eigenlijk gewoon veel te warm. En dat kun je met curve eigenlijk vrij eenvoudig resetten. Maar hoe moet je dat doen? Waar moet je dat gaan resetten? Welk punt is nu eigenlijk gewoon echt grijs? Of welk punt hoort echt grijs te zijn? Daar is een methode voor. Allereerst maak ik een nieuwe laag aan. En dat doe ik hierboven via Laag Nieuw en gewoon laag. Je hoeft hem geen naam te geven, uiteindelijk gooi je deze laag toch weer weg. En deze laag ga ik vullen met 50% grijs. Ik ga hier bovenaan bewerken en kies daar vullen. En je hebt bij de inhoud een aantal opties en de optie die je moet hebben dat is 50% grijs. En je klikt op oké. OK. Je nieuwe laag wordt gevuld met 50% grijs, middengrijs. Dit zit dus precies tussen zwart en wit in. En wat je nu moet doen is de manier waarop deze laag werkt veranderen ten opzichte van de laag met de auto. Ik wil namelijk het verschil zien. Dat doe je hier bij het lagenpaneel en dan klik je daarop het woordje normaal. Krijg je een optie en kies je voor verschil. Wat je nu ziet is eigenlijk het verschil van die egaal grijze laag met de onderliggende auto. Hier zit een punt in wat dus eigenlijk perfect grijs moet gaan worden. En dat punt gaan we vinden met een filter. En dat filter dat heet Drempel. Dat doe ik middels een aanpassingslaag. Hieronder vind je een zwart-wit bolletje. Klik daarop en je hebt een aantal opties waaronder Drempel. Het Drempelfilter zorgt ervoor dat in dit geval alles onder de waarde 128 zwart is en alles boven de waarde 128 wit zou zijn. Maar die slider, die kun je verplaatsen. Zet ik hem even, bijvoorbeeld, halverwege het bergje. Nou, alles wat onder de 48 is, wordt zwart. En alles boven de 48 wordt wit. Je begint helemaal links aan. En alles boven de 1 is natuurlijk wit. En dat is in dit geval alles in de foto. En langzaamaan trek je hem een klein beetje naar binnen. En je ziet dat er langzaamaan delen zwart beginnen te worden. En het eerste wat eigenlijk zwart wordt, dat zit op de ruit van de auto. Of hier op het scherm of daar op de grond, er zijn verschillende punten. En deze punten zijn uiteindelijk dus allemaal, ja, 50% grijs. Onthoud even die drie punten, de ruit, het scherm of de grond. Je mag verwachten dat het asfalt keurig grijs is. We zouden dat kunnen pakken en in dit geval de auto, ik weet dat die grijs is... Je zou ook het scherm kunnen pakken, maar voor de sake of the argument, we pakken even de vooruit. Want daarvan lijkt het op zich niet geheel logisch. Wat je nu gaat doen, is een markeringspunt uitzetten. En dat doe je hier via het pipetje, maar niet het gewone pipetje. Je houdt de muistoets even ingedrukt en kiest voor een kleurenpipet. En wat je nou moet doen, is eigenlijk met de onderkant van het pipetje, waar je het druppeltje neer zou leggen, ergens klikken in waar het grijs moet zijn. Je klikt gewoon één keer en daar komt een rondje in te staan. Je kunt nu de laag drempel en de grijze laag uitzetten en dat rondje, dat referentiepuntje blijft er nog steeds staan. Dat moeten we eigenlijk grijs gaan maken. Dat doe ik middels een aanpassingslaag, curve, dus weer dat zwart-witte bolletje en dan kies ik daar curve. En in het curve filter heb je drie pipetjes staan een zwarte, een grijze en de witte. En je raadt het al, we gebruiken de grijze. Dus je klikt daarop en heel eenvoudig. Klik je gewoon één keer in het midden van je referentiepunt. En in één keer is die kleurzweem gewoon weg en is je witbalans correct. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.